De ene naar de andere winkelketen valt om. Streetwise, een stichting die startende ondernemers goed voorbereide pad laat gaan, heeft haar spoor gemiddeld verdiend in herelen, Waar Streetwise al meer dan 40 ondernemers heeft ondergebracht. En met succes. Want met de aanpak van Streetwise behaalt maar liefst 86% van de startende ondernemer het eerste jaar. Leonie Kuper vertelt wat Streetwise precies doet voor de stadcentra's. Streetwise zet zich in voor compacte en vitale winkelgebieden. En dat doen wij met name door ons te richten op het werven van nieuw ondernemerschap. Door het vestigingsklimaat in zo'n winkelgebied te verbeteren. Kortom, Streetwise zorgt ervoor dat de ondernemer goed voorbereid op pad gaat. Aldus Leonie. We begeleiden startende ondernemers of ondernemers die zich in de periferie be bevinden. En graag in het kernwinkelgebied willen, willen ondernemen. En uh, samen met die ondernemers zorgen we dat zij goed voorbereid aan de start verschijnen. Zodat het ook het uh, succes natuurlijk zo groot mogelijk is. We vroegen Leonie om wat meer te vertellen over de concepten die in Sitters zijn gelanceerd. Dat zijn vaak hele vernieuwende concepten, zoals een Espresso bar, gecombineerd met een concept store. Een kledingwinkel van een ondernemers die met een webshop was begonnen. Dus zowel online als een fysieke winkel. En ja, het zijn eigenlijk hele jonge, frisse concepten die echt een verrijking zijn voor de binnenstad. Het winkelen is veranderd met de komst van internet. Eerst zagen we explosieve groei van online winkelen, waar deze online winkels nu juist ervoor kiezen om zich in een stadscentra te vestigen. Wat merkt Streetwise hiervan? Ja, je merkt dat uh, de omzetten van of de werkelijke omzet en winsten van webshops best wel tegenvallen. Dat veel webshops ook weer een fysieke winkel willen. En we zien dat in het klein ook met startende ondernemers die al online aanwezig waren. Maar dat klanten toch dat product willen voelen en passen en aanraken. En dat kun je toch niet helemaal op internet bieden. Je bent online begonnen. En waarom kies je dan voor een winkelpand? Omdat ik op een gegeven moment heel veel mensen had die ook aan huis langs wilden komen, en dat het toch een stukje privé is. En mijn droom was om toch een winkel te openen. De speciaalzaken in de centra, wat geen kopieën zijn van andere steden, zodat het weer uniek winkelen wordt en waarvoor je weer de stad in wilt. Is dat wat de klant eigenlijk wil? Ja, zaken eigenlijk met een, met een beleving. Dus de, de ondernemer staat zelf weer in die zaak, kent zijn product. Het zijn vaak ook hele specifieke producten, hè. zoals heel erg goede koffie van een bepaald merk, dat verder in de rest van Nederland niet te krijgen is, maar een toch wel. Nu hoorde ik op 7 maart dus er een inloopmiddag. Kun je daar iets meer over vertellen? Op 7 maart houden we een bijeenkomst bij Rabobank Westelijke Mijnstreek. Jij en je zaak. Daar kunnen startende ondernemers of ondernemers in het algemeen naartoe komen en krijgen ze alle informatie die nodig is over het ondernemen in de binnenstad.